Ik zit nu op Assen station en ik heb er nog net bijna een anderhalf uur op zitten qua reis met de bus. Dat was niet echt fijn, nee, daar hou ik niet zo van. Helemaal niet als je een kutplek hebt waar je zit. Nee. Dus ik moet nou nog ongeveer een klein kwartiertje wachten, 10 minuten, een kwartiertje. En dan komt de bus of de trein naar Rotterdam. Intercity rechtstreeks Rotterdam Centrum, dus ik ben nou nog een film aan kijken. Jungle Book, de echte Jungle Book. Ik ga ook weer verder kijken in de trein. Maar ik dacht, ik begin nou alvast, anders heb ik een half uur niks te doen hier zo. En daar zitten we niet echt op te wachten, nee. Dus ja. En dan heb ik nog zo'n kleine 3 uur te gaan, voordat ik in Rotterdam ben. Het eerste wat ik dan ga doen is even naar het hotel, spullen droppen. Dan ben ik daar in ieder geval vanaf. En dan geen idee wat ik dan ga doen, dat merk ik dan wel. Dat zien we dan wel. Dan ga ik eerst even inlichten dat ik er ben, bij een paar jongens. Dus ja, en de vriendin van mij natuurlijk. Dus ja, dat... Ik hoor een helikopter of een vliegtuigje. Oh, hij gaat recht over ons heen. Hij stelde niet scherp volgens mij. Nou ja, dus een paar minuutjes richting Rotterdam. Die kan dat boek. Die kan niet, die kan. Richting Rotterdam, dus ja, dan... Dan zie ik jullie waarschijnlijk daar wel weer. Gaan we wel vanuit. Ik ga de film nog even verder kijken. Zie jullie daar wel. Oké, dus we doen de Stijn in Rotterdam. Ik moet nou deze weg uitlopen, helemaal, ik weet niet tot hoe ver. En dan als ik de skateboard aan de zijkant zie, daar moet ik dan in. En daar is het hotel dan ook tegenover. En ongelooflijk, wat is het hier alweer een stuk drukker dan in Winschoten. Heel apart om dat te zien. De verschillen qua stations. In Assen is gewoon bijna geen hond. En hier is het gewoon stervensdruk. Maar ik ga even naar het hotel. Ik wil van die koffer af, voordat ik Rotterdam doorrol. Dat gaan we even doen. Dat ga ik even doen. Ik heb zo'n hekel aan al dat spul mee sjouwen. Het is 1 koffer, oké, maar het loopt zo kut. Dat is het nou juist. Ik vind het zo kut om mee te sjouwen. Oh, eindelijk. Ik ben binnen. Ik heb mijn pasje. 3e verdieping. En dan maar hopen dat het kaartje wil. Ik ben binnen voor de komende dagen. Eerst de spullen afleveren. Even wakker worden. Hopen dat de kamer goed is. Zullen zien. Ik heb er zin in. We zijn er al. Bitte kan niet. Kamer precies voor de lift. Gezellig. 305. Gelukkig. Lievelingsgetal zit erin. 5. En ik heb ook nog uitzicht op Rotterdam ook nog. Alleen jammer dat het een schilderij is. Kijken of we er binnen komen. Uitzicht op Westblaak. Nice. Uitzicht op de... Weet ik veel wat dat is. Kruispunt. Vet hotel is dit trouwens nog. Klein kamertje, maar dat maakt me niet zoveel verder uit. Nergens plek om echt even te kunnen editen en te zitten, merk ik. Wel een stoel, maar verder niks. WC, badkamer, douche. Nice. Ik doe mijn trui uit, het is hier veel te warm. Oh man, het is hier bloedheet. Oké, en dan toch Casey Neistat achterna. De Joby Gorilla Pod. SLR Zoom. Waarom? Ik merk toch dat ik heel vaak shots wil hebben waarvan ik hem ergens moet neerzetten, waarvan het toch niet wil met die andere van Manfrotto. Dus daarvoor een kleine switch tussen de beide. Even een beetje... Deze ga ik nou een tijdje gebruiken en dan even kijken of het goed werkt. Ik moet zeggen, hij ligt wel beter in de hand dan die andere. Dus ik breng de doos even weer terug naar het hotel. Dan ben ik daar in ieder geval vanaf en dan ga ik nog even verder een rondje lopen door Rotterdam heen. Misschien dat ik nog wat tegenkom. Wat leuks of zo. Eerst even kijken of ik geen berichtjes heb van anderen. Dus, maar dat zal wel goed moeten komen, denk ik. Hij is ook wel aardig stabiel, moet ik zeggen. Ja, apart, maar
apart maar goed. Hopen dat deze niet zo snel breekt als die andere van mij. Die voor de GoPro. Maar dat zullen we nog wel zien. Eerst even de doos wegbrengen. Dus ja. Anders loop ik de hele tijd mee te sjouwen. Daar heb ik geen zin in. Kijk. En dan ook nog groen ook. De nieuwe Joby. Weet jij het ook in ieder geval even dat er een nieuwe bijgekomen is? Voor tijdelijk. De deur gaat weer open, dus ik ga naar de hotel. Kijk, let op. De deur gaat open. En meteen aan de andere kant hebben we de deur. Het is net alsof ik al jaren thuis ben gezet. Wat een troep. Ik had er wel meer troep bij. Zo. Deze even weer af. Dus ja, dit is de nieuwe tripod. En hij werkt precies net als die andere. Gewoon met van die buigbare pootjes. Dus hij zit goed. Het is een goede tripod, dat sowieso. Kijk hoe lang hij het volhoudt. Hopelijk langer dan die twee rode die ik heb voor de GoPro. Want dat was wel heel snel, daar waren ze alweer kapot. Dus ja, dat is jammer. Nou ja, deze houdt sowieso al langer vol, dat weet ik wel zeker. Maar. En dan alsnog, ik kan de poten apart erbij bestellen en die bolhoofd die kun je eraf halen. Dus kan ik zo weer nieuwe pootjes ophalen. Dat is niet zo erg. En nu, oh ja, kijk of ik berichtjes heb en zo niet, dan ga ik nog even een rondje centrum. Dat is de plan, dat wil ik doen. Ik heb honger, daarom. Oké, je raadt nooit waar ik nu loop. Bij de brug. En ongelooflijk, er ligt een schip stil aan de overkant. Die onder de brug doorziet, dat is niet normaal wat voor een schip. Weet je wat voor idee ik nou krijg? Ik zie hier een heel lang mooi stuk als haven. Ik denk een hyperlapse dat wel goed genoeg moet zijn. Maar ongelooflijk, check dat schip aan de overkant af. Niet normaal. Naar de skatebaan gegaan tegenover de hotel. Hotel. Skatebaan. Boris. En dan kijken of ik nog wat clips kan krijgen. The power of editing. Nee, even kijken of ik nog wat clips kan krijgen. Ik heb geen idee. Maar ik wil wel even wat, niet te gek. Even uitrusten nog vandaag en dan morgen wat harder. Kijken wie er morgen allemaal kunnen. Dat zie ik. Dat ik morgen bij mag. Dan moet je meteen maar even laten melden als je dat bent. Mam, ik voel me niet zo goed, maar ik ga wel een skatebaan. Eerste indruk van Rotterdam, nadat je niet een dagje loopt. Best druk. Vergeleken met Groningen, ja, druk. Het is ook nergens rustig. Er worden motors aangereden hier zo. Zo druk. Het is. En er zijn, maar mof, het zijn alleen maar dikke auto's waar die langs rijdt. Behalve die oranje, dat is een Fiat. Maar alleen maar dikke auto's. BMW's, Mercedes, Audi's. Ik heb nog geen Peugeot gezien. Peugeot trouwens. Ik heb nog geen normale Peugeot of wat dan ook gezien. Alleen maar van die dikke auto's. Dus. Oh jee. Boris gaat hard. Toch niet. In ieder geval, ik wil even wat clips hebben. Nu nog. Voordat het donker is. Dus dan gaan we. Even proberen. Thank you.
zo alweer terug in het hotel. Net even omgekleed. Hebben een zweetkleding aan boven. Ja, wat is dat? Kachel? Hoe heet dat ding? Heating cooling. Ventilatiesysteem. Ik moet niet altijd hard praten, want ik weet niet of de mensen naast ons ook mij ook horen. Dus, nou ja. Ik ben alweer terug in het hotel. Skatebaan niet tegenover. Dus Baak is een goed skatebaan. Ik vind het een mooie baan. Echt waar. Ik heb net bericht gekregen dat de Hero 5 is verzonden. Dus die krijg ik dan waarschijnlijk morgen of overmorgen thuis. En van de drone, die is nou bij de reparateurs. Zal ik nog even verder kijken of er verder nog wat nieuws over is. En dan hopen dat dat ook goed is. Hopen dat dat gerepareerd kan worden. Reparatieservice. Bob.com reparatie. We will wait. Product aangekomen bij geautoriseerde reparatieservice. Geen idee wat dat betekent. Nou ja, dat zal wel goed komen, denk ik. Even in de gaten houden, morgen weer even kijken. Ik denk niet dat ze nou nog wat gaan doen. Het is 1:10. Nou ja, wat we morgen gaan doen, ik heb geen idee. Ik denk Skateland. Peter is in Skateland aan. Dus moet ik Boris nog even zeggen dat ik naar Skateland ga en niet hier zo best plaak. Ja, misschien 's ochtends even. Goed, gewoon rustig aan. Komt wel goed. Denk ik. Ja. Ik ga nou even beginnen met editen. Hopen dat er niks tegen zit. Maar dat moet goed komen, denk ik. Daar ga ik wel voor. Ik ben zo lang in mijn armen. Wie weet hoe ik zit. Zo. Helemaal aangeschoven. Deze hand rust op mijn heup. En dan, dit is mijn muismat. Meer heb ik niet. Meer heb ik niet. Het zit zo kut. Het is in ieder geval iets. De vlogs komen wel af. Dat is allemaal goed. Het duurt alleen wat langer. En aan het einde van de vlog heb ik last van. Dus dan ga ik slapen. Renderen. Af. Nakijken. Slapen. Done. Met de dag. Mijn eerste dag in Rotterdam zit er vandaag voor vandaag op. Dus ik hoop dat je hem leuk vond. Laat weten met een duimpje omhoog. En dan zeg ik geniet van je middag, nacht, avond, ochtend, wanneer je dan dit kijkt. En dan zeg ik, dat zeg ik niet. Ik zeg... Tot morgen. Aloha.